Oranje-zwart is door. De hockeyers hebben zich gisteren geplaatst voor de finale. Het was even spannend, want tegenstander Kampong won de eerste wedstrijd. De tweede was voor OZ en dus moest er een beslissende wedstrijd worden gespeeld. We hebben toch bikkelhard moeten strijden met elkaar. Het enige verschil met andere wedstrijden in de serie is dat we voorkwamen en van daaruit, vanuit een wat compactere situatie, hun konden bestrijden met scherpe counters. Dan hadden we nog het geluk dat Thomas uit Parijs terug was om ons daarbij te helpen. Dus we waren in staat om met meer druk naar voren te spelen en wat compacter te spelen. En dat was uiteindelijk succesvol. Ik denk dat we vandaag heel goed gespeeld hebben, op ons best. Ik denk het nog niet, ik denk dat we wat onrustig begonnen nog. We hadden even wat tijd nodig om erheen te komen. Ik denk dat we inderdaad nog steeds een tandje beter kunnen. Maar ik denk wel dat het zeker voor het publiek erg leuk was. En voor onszelf was het ook gewoon lekker hockeyen. Ja, eigenlijk heel lekker natuurlijk. Bij 2-0 hoop je dat je snel de 3-0 maakt. Omdat dan de wedstrijd echt in het slot zit. Dat duurde nog lang, maar uiteindelijk trekken we hem binnen. En in deze ambiance is natuurlijk fantastisch om een 4-0 te winnen. Oranje-zwart, Kampong 4-0. Wat voor wedstrijd was het voor u? Een overtuigende overwinning van Oranje-zwart. In eerste instantie waren ze aan elkaar gewaagd, maar Oranje-Zwart heeft er op een gegeven moment overheen gelopen. Geweldige wedstrijd, moet ik zeggen. Ze hebben superieur gespeeld en verdiend gewonnen. Gisteren was het nog spannend en vandaag overklast. Gisteren ging het wat fysieker aan doen, maar... Heeft hij al verteld dat hij kampioen is geworden met Hot Heren B, Veteranen B, kampioenen! Het liep dus op rolletjes gisteren. Hoe anders verliep de eerste wedstrijd. Daar werd een fysiek potje gespeeld. Zo fysiek dat Rob Rekker zijn neus brak. Een beetje vervelende botsing gisteren. Ik was toch wel een beetje groggy na de wedstrijd. Ik voelde me niet erg goed. Vanochtend ook nog een beetje half. Een uurtje of 14 geslapen. Ik had wel echt even taai vanochtend. Maar uiteindelijk, gedurende de dag ging ik me steeds beter voelen. Uiteindelijk heb ik tegen Michel gezegd... Ik denk dat ik wel kan spelen. Ik voelde me wel een beetje vermoeid, maar uiteindelijk als een wedstrijd zich zo ontwikkelt, dan krijgen we andere energie. Dus het was erg lekker. Maar hij wist ondanks die gebroken neus wel twee keer te scoren. Ja, ik zeg dat we erbij voor aangenomen. Dan krijgen we twee heerlijke ballen en ik hoef ze alleen maar binnen te schieten. Dat is het leuke. De jongens weten waar ik sta en we weten hoe we ze willen maken. En ik ben toevallig degene die ze dan over het lijntje duwt. Maar heerlijk. Hoe mooi zou het zijn als hij dat kunstje ook tegen Rotterdam zou flikken? Want Rotterdam is een pittige partij. Ja, wat voor ploeg is dat? Hoe lagen die jullie in de competitie? Twee keer gelijk, zelfs Kampong. Hier hebben wij behoorlijk gedomineerd. Daar hebben zij zwaar gedomineerd. Dus het wordt gewoon een geweldige clash. En je moet op het juiste moment moet je scherp zijn. Goed, het is een ploeg die ook verdedigend speelt. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Kampong. Maar het zullen twee hele close wedstrijden worden. Er zal net zo hard geklokt moeten worden als vandaag. En dan gaan we zien waar het schip strandt. Het zal een zware tegenstander worden, maar ik heb het alle vertrouwen in dat de jongens op karakter de wedstrijd gaan winnen. Dus, Ik denk dat Oranje-Zwart gaat winnen. Omdat Oranje-Zwart een completere ploeg heeft als Rotterdam. Dan is vandaag wel weer gebleken tegen Kampong. De hockeyers van Oranje-Zwart krijgen tot 25 mei rust. Dan staan Rotterdam en OZ voor het eerst tegenover elkaar in Rotterdam.